Hallo, ik ben Stijn van het Kinderpersbureau Zwolle. Ik ben Bob. Ik ben Raf. En ik ben Jasper. Ik ben Auke. Wij houden ons onderwerp over de voorbereiding van de militairen die naar Oeroes kan gaan. Wat is nou het echte doel in Oeroeskan? Om het gebied daar veilig te maken, zodat de normale mensen die daar normaal willen leven, gewoon hun eigen ding kunnen doen. Er zijn heel veel mensen die daar dus proberen te praten en de burgerbevolking dus proberen gewoon hun normale werk te laten doen en niet te laten werken voor de Taliban. En dat ze dus zelf hun eigen land daar goed kunnen besturen. We zijn nu aan het beoefenen de werking van de 25mm kanon. En die wordt ook regelmatig gebruikt in Oeroeskan. Ja. En gebruiken jullie daarbij die ook veel bij vuurgevecht of niet? Ja, dat komt wel voor. Maar... Gaat het vaak mis of zo? Of gaan ze wel eens kapot? Dat gebeurt ook wel eens, maar daar worden mensen nu ook voor opgeleid. Worden veel mensen opgeleid bij zo'n cursus? Nu heb ik 6 man in mijn klas. Welkom hier op de baan, op Charlie 40mm heet dat hier. Op het ogenblik is hier een cursus gaande, een schietinstructeurscursus. Daar worden de schietinstructeurs opgeleid op een granaatwerper, 40mm, in combinatie met hun basiswapen, de Dimaco. Ja, dat heeft wat bepaalde aandachtspunten en dat leren ze in deze cursus, hoe ze daarop moeten letten en straks soldaten daarin moeten opleiden. Ja, ze beginnen zowel met schieten, dus dan moeten jullie even oordoppen in gaan doen. Deze mannen zitten zelf allemaal in de opleiding, dus die moeten nog, sergeant, ze zijn al sergeant, maar ze worden opgeleid als kaderlid. Nou, en daarvoor volgen zij nu een opleiding. Wat is de bedoeling wat je dadelijk ziet, is, dan schieten ze dus met de granaatwerper, en dat is dit deel wat onder het wapen zit. Ja, schieten ze dit soort patronen mee weg. Dit zijn, ja, trainingsmunitie noemen we dat. Daar zit roze poeder in, dus op het moment dat ze een van de voertuigen raken die je daar ziet, dan zie je hem uit elkaar klappen. Nou, waarom gebruiken we dit? Is een stuk goedkoper dan dat ze met echte munitie werken en ook veiliger, want die hebben een enorme uitwerking. Nou is het dus zaak dat zij door middel van een juiste schiethouding toepassen, die granaat op dat doel krijgen. Zo heel erg moeilijk is dat allemaal niet. En daarna gaan ze over dus weer op het hoofdwapen, op de Dimaco. Dat is dit deel, ja, waar ze dan de scherpe patronen mee verschieten op de poppen die je rechts en links ziet staan. Hoe lang duurt zo'n cursus? Deze cursus duurt 4 dagen. Dan krijgen we 2 verschillende wapensystemen, krijgen we dan les over. En wat voor wapens? De 40mm, dat is het dingetje wat je eronder ziet. En die maken we zelf. Is het moeilijk om mee te schieten of om mee te leren? Ja, het zijn 2 wapensystemen tegelijkertijd, dus het is iets meer dingetjes doen, zeg maar. Gaan jullie ook zelf naar Oeroeskan? Uiteindelijk wel, ja. U ook? Ja, daar trainen we voor, dus verwachten we vooral. En is de cursus moeilijk? Nee, je moet gewoon... Je moet er wel voor leren, een beetje, maar het is allemaal wat te doen. Hoe snel kan ik mijn nieuwe munitie pakken of mijn nieuwe magazijn pakken in het voorkomend geval? Ja, maar hoe bedreven ben ik ook in de handelingen zelf, in de elementaire of in de noodzakelijke vaardigheden? Okay, nou, de oplossing daarvoor is trainen en droog trainen. Zorg dat als jij met je personeel deze baan op moet, dat je en zelf en dus ook met je personeel veel dit droog geoefend hebt met exercitiemunitie. Tweede dingetje wat daarbij komt, als je oefeningen doet onder tijdsdruk, dan betekent dat dus ook in diezelfde tijdsdruk dat jouw schra versneld toegepast moet worden. Nou, vanmorgen al een paar keer geroepen, niet afraffelen van een oefening, liever een goede uitvoering. Maar die 50 seconden eis is ervoor om jou toe te dwingen om versneld je,
ja, je elementaire zaken voor elkaar te hebben, zodat snel het schot eruit kan. Is het moeilijk om de afstand te raken? De kortste afstand zijn 100 meter, die is niet zo moeilijk, maar ja, hoe verder afstand, hoe moeilijker het wordt. Hè? Met welk wapen heb je het fijnste om te schieten? Het fijnste gewoon de Dimaco, C7. Ja, geldt voor mij ook. Nou, ik zie een paar roze vlekken. Wat zijn dat voor vlekken? Ja, dat is van de munitie. Wij kunnen natuurlijk hier niet met echte munitie oefenen. En die vlekken die komen van de patronen af, van de kogels zeg maar. En dat spat uiteen, zodat wij kunnen zien waar we toe raken. Kan jij wat vertellen over de uitrusting en hoe zwaar die is? Hoe zwaar dat die weegt, dat laat ik zo meteen even ervaren. Ik geef hem zo meteen even aan jou. Het is helemaal veilig, dus dan kan je zelf even je eigen bevindingen zeggen. Kijk uit met je microfoon. Ja. En naar rechts. Hier, je kan zo naar afgaan. Zo, ja. Dus weegt ook wel wat. Ja. En normaal gesproken, hier valt het wel gelukkig mee. Maar als je op uitzending gaat, dan heb je er ook nog een scherfvest onderaan. Ja. Dus dan is het behoorlijk zweten. Zeker met dit weer. En dan moet je ook hard lopen. Ja, af en toe wel. Af en toe wel. Ja, en hier zitten gewoon een aantal dingen in. Zoals je ziet in dit vakje. Hoortjes. Zit je verbandpakje in. Een rood-wit lint om wegen af te zetten of iets te markeren in het veld. Breaklights. Ik weet niet of je dat kent. Ja. Ja? Oké. Okay. Handschoentjes. Voor te helpen. Een stukje touw. Ook nog. Zoals we weten gaan een infanterist gaat veel te velden. Die moet met name opereren in bossen, in oorden en dat soort zaken allemaal. Ja, dat doen we dus niet op de kazerne, maar dat doen we dus in het bos. De oefening offensief. Dus dan gaan ze alles, krijgen ze daar aangeleerd, offensieve acties. Waar moet je aan denken? Een aanvalletje, een hinderlaagje, een overval. Dat soort zaken allemaal, reageren ook weer op vijandelijk vuur, links, rechts, voor, achter. Ja, hoe moet ik me daar kunnen uitvechten? Ja, je kunt je voorstellen nu met onze missies naar Afghanistan, is natuurlijk wel even een heel essentieel onderwerp dat we dat goed behandelen. De oefening defense, de verdediging, dat is ook een van de gevechtsvormen die bij de infanterie nog steeds moeten beheersen. Defensief staat met name in het teken van graven. Een waarnemingsluisterpost maken. Ja, dat zeg het al, waarnemen, luisteren. Waar zit onze vijand, dat soort zaken. Plus het graven van een put. Ja, ik moet me dus ter verdediging kunnen inrichten. Nou, dat kunnen wij. Een van de onderwerpen daarvan is het graven van een put. Dat is niks anders dan een heel groot gat. Graven kost een hoop energie. En een hoop tijd. Verder staat er natuurlijk het felbegeerde certificaat op het programma. Die deze leerlingen donderdagmorgen dus krijgen. En dan zijn ze klaar. En dan hebben we ze dus in 9 weken opgeleid tot panzerinfanterist. En daarna gaan ze naar de parate eenheden toe. Oftewel kunnen ze misschien al binnen 2-3 maanden in Afghanistan zitten. Auken, niet één kleur doen. Doe niet één kleur. Nee, je moet gewoon helemaal husselen. Dan ben je helemaal groen. Ja, die vraag niet. Nou, gaan we voor het schild staan. Dan kunnen we een mooie foto maken. Nou, die andere tweede baan. Oh nee. Wat is er voor een voertuig? Dit is een IPR. Dat is een panzerrupsvoertuig. Deze wordt ook gebruikt in Oeruzgan? Ja, daar worden ze ook gebruikt, ja. Eigenlijk meer dat type, maar deze ook wel. Dus kijk, daar zit de toren op met een kanon en hier moet de mitrailleur op. En wat voor snelheid haalt deze? Deze kan bijna 70. En dat is snel voor zo'n voertuig? Ja, ik vind best snel als je plein gas rijdt, want dan maak je heel veel lawaai en alles trilt en dan lijkt het wel of je 100 gaat.